Ga maar hoor. Thank you.
sorry. Gunstig is dat het een beetje van ons afwaait. Hoop ik. Wat ik even ga doen, even aan de jongens aan het voorstellen. Dan heb je in ieder geval nog even de kans om naar die kant toe te gaan. En ik meen het echt serieus, ook voor de ouders, zeker. Denk niet van, ach, dat valt wel mee. Als we rook krijgen, dan krijgen we ook rook. Niet in paniek lopen, je kan achter de mensen langs lopen, die kant dan op. Dit is ongeveer en we krijgen daar ook veel meer, dus hou alles in de gaten. Wil je nu nog weg, loop dan heel rustig die kant op. Iedereen blijft staan, als er iets gebeurt, hand omhoog steken. Ga je gang. De wind staat lekker gunstig, geloof ik. Ik hoop dat het zo blijft. In die auto kan hij ook niks meer zien, hè? Hij ziet ook helemaal niks meer. Hij gaat nou naar de front toe, hè? Denk ook met kleine kinderen ook, hè, jongens. Als je denkt, het lukt niet meer. Gewoon het trein verlaten. Zo, jongens. Oh my God. Geef een applaus, jongens, straks.
even kijken waar de rijder is. Kan je even hierheen komen? Kijk, en hij weet hoe heet het is, want hij pakt het met zijn handschoenen. Geweldig. Nou, dan gaan we kijken of Leo klaar is. Zijn wij er klaar voor? Oké, Leo, ga je gang. Kan je nagaan hoeveel power erop zit, hè? Ik denk dat we hem tegen moeten houden voor de eerste keer. De vlog weg. We gaan hem tegenaan zetten. Hier staat hij tegenaan. Hij staat niet op de lijn, één blok, één wiel is vrij. Je ziet, er staat zoveel power achter. Geweldig. Nou, dan gaan we kijken of Leo klaar is. Zijn wij er klaar voor? Oké, Leo, ga je gang. Kan je nagaan hoeveel power erop zit, hè? Ik denk dat we hem tegen moeten houden voor de eerste keer. Thank you.
de vlog weg. We gaan hem tegenaan zetten. Hier staat hij tegenaan. Hij staat niet op de lijn. Eén blok, één wiel is vrij. Je ziet, er staat zoveel power achter. Ja, dan zit hij dan stil in zijn autootje. Oh!
Thank you.
Straks gaan we naar beveiliging. Dat is echt 6, 7 liter van je af en weg 200 kaart. Hij is waar de rest? Helemaal genomen. Thank you.
feestje herrie maakt geweest. De Oranje, jij bent nee, welke denk jij? Senna natuurlijk. Ja, jij denkt Senna natuurlijk. En dan is de Senna. Nou, we gaan er zo achter komen. Ik ga nu gewoon lekker voor beginnen. Het wordt steeds drukker hier, hoor. De boer heeft me daarna gewerkt. Want ik mag niet meer zeggen dat jullie alleen maar graanspekjes hebben. Want jullie werden helemaal gek en wensen iedereen eromheen. Dus het worden bijna een soort collectors items nu, hè? Blijf ze sparen, zeg ik dan. Mag ik er eentje in het publiek gooien om dat toch even te pesten? Want ik weet hoe gewild ze zijn. Kijk eens wat jullie gelukkig aan deze kant. Iemand in ieder geval. Hoppakee. Want dat is wat jullie doen, hè. Mensen blij maken door eigenlijk... Ja, een beetje die McLaren te delen. Stop. Eerst moet iedereen zitten. Klein dingetje, duurt een paar minuutjes. Iedereen moet gaan zitten, jongens. Want iedereen die netjes zit, zit helemaal geen ene klap. Dankjewel, ik wil even helpen herinneren eraan. Jij zit het beste, hè. Het is samen klaar voor. 3, 2, 1, laat me horen. Ik voel me net zo Michael Jackson als haar zo gaat, weet je wel. Nou, laat de voorste dan maar even door. Laat me even de grom horen van de McLaren. Kijk, dit is opvoeding. Dit is opvoeding. Ja, ik weet het, dat mooi.
staat echt van een klein voordeel. En daar hebben we nog een boot. Die zit ook wel. Die mensen van daar. Dus dat was de Marik en ik op de beste spot hier achter hebben. Door de bredere uitloop gesproken, dat er steeds meer zeg maar, afstand van op de kool naast de baan komt. En dan kun je daar ook rijden. Kijk, als het direct naast de witte lijn de asfalt ophoudt en daar is gras, dan ga je dat niet zo snel doen. Dan ga je niet die winkel niet met 4 uur. Ja, wie snel, die kan hier natuurlijk in de simulatie zitten voor 9,05 €. Kun je het liefst een kwartier lang sturen? Wie is snel, snel blijven? Ik wilde er nog eentje bij hebben, ik dacht misschien die Ferrari. 1 minuutje, ah kijk, zo hebben we toch nog een beetje opbouw. 1 minuutje, want het moet natuurlijk allemaal warm worden. En dat geeft dan nog even de tijd om de specs te geven. Hoeveel pk? 500 pk. Met lachgas erbij, komt er nog 50, 60 bij. Onderkant, gaat die vlammen, gaat die alleen klappen? Ja, dat is de... Dat wordt de grote vraag. Oh, hij heeft wel een hele grote glimlach als hij dat zegt. Eens even kijken, waar staat... Dat we kunnen gaan beginnen, maar voordat je me intrapt. Wat gaan we doen? Ja, we hebben niet echt een beetje. We gaan gewoon 10 seconden. Oké, je hebt 10 seconden om alles te geven. Ga je daarmee redden? Nou, dat gaat wel lukken. In 10 seconden krijg je het voor elkaar. Ja. Oké. Ik weet, dit is het punt waarom we straks hoofdpijn krijgen. Maar jullie willen dit. Gaat die komen? 3, 2, 1, laat je horen! Kijk Ronald even aan of hij erin wilt kruipen, want dat is ongeveer wat je bijna moet doen met de Lambo. Zo'n ding ligt zo laag bij de weg natuurlijk. Maar ja, zo'n auto koop je niet omdat het zo praktisch is. Kijk, ga ik even voor de Proudwheels helpen, dan zit die nu nog recht. Kijk, doe ik allemaal zo dat het beeldje voor jullie wat beter is. Hè? Het gaat om details, hè? Dat weet je. Het zijn twee auto's van Proudwheels, dat is de graad. Heerlijk! Lekker hoor, de Proud Performante! Applaus! Wat vinden wij van Lamborghinis die herrie maken? Dat is echt onvergelijkbaar en heel erg slecht. En ze horen ook slecht voor de tweede en de leeuw. En de nummer 35 van de
een soort prijsje voor betalen. Oké. Ik zal eens even informeren. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar wat wel Flitsmeister die zijn ondersteuning aanbiedt aan deze Flitsmeister Grand Prix. Ja, we gaan kijken of dat, hoe dat gaat worden. Ik denk heel mooi, ik denk heel gaaf. Vanaf daaronder de baan door. Pak daar een lekker plaatsje in de zon en geniet dadelijk van deze supercar nog meer.
geen Instagram. Het zijn vooral ook de anderen die video's maken als de rest. Heb ik altijd leuk. Ik zou niet zeggen dat het diesel is.